Als je een funnel bouwt en advertenties plaatst, wat zijn daar de cijfers van? Wat zijn daar de doorklikratio's van? Hoeveel procent van de leads komt op jouw nieuwsbrieflijst? En als je een doorstroming hebt in de funnels, hoeveel procent stroomt dan door? Op basis van die cijfers kan ik precies zeggen, oké, ik wil nu 50% meer omzet. Dat betekent dus dat we zoveel procent meer moeten adverteren, zoveel procent dit, alles wordt doorgerekend. Ik ben maandelijks zeker minimaal 4 uur bezig alleen met deze cijfers. Saai? Misschien. Nodig? Zeker. Als je geen grip hebt op je cijfers, kun je niet groeien. En toen ik nog niet eens VA was, toen sprak ik ondernemers en die hadden al geen grip op hun cijfers. Ik had het toen al meer als dat hun hadden. De meeste ondernemers hebben dit niet. Ik had gewild dat iemand mij dit had geleerd. En dat is wat ik jullie mee wil geven. Weet wat je aan het doen bent. Waar je naartoe wil groeien. Vertrouw niet te veel op anderen, maar zorg dat je het zelf in de gaten hebt. Know your numbers.